Hey iedereen, Joshua hier met een nieuwe video. En vandaag ga ik het hebben over mijn eerste indruk van uh, Dragon Ball Z Kakarot. Als jullie de video hadden gezien van Dragon Ball Z Kakarot, dan jullie dat ik het uh, best wel leuk vond eigenlijk. En ja, ik genoot er heel erg van. En ik heb het ja, vier keer eigenlijk al gespeeld. Zo slaap ben ik eraan. En uh, dus voor de rest, wa wat vind ik van de combat erin? Uh, of, of, vond ik, of vind ik het uh, als een Dragon Ball Z RPG gaan? Dat is eigenlijk best wel leuk eigenlijk. Leuker dan ik had verwacht, inderdaad, zoals jullie al zagen in de titel. Waarin ik zei van ja, Dragon Ball Z Kekker, dat is beter dan ik had verwacht. En dus ja, het is inderdaad beter. Niet, het is niet zo dat ik dacht van de game is slecht en zo, maar ik dacht van nou, ik ga nog wel wachten met deze game en zo. En uh, ja, dat heb ik ook bij andere games gehad. Dan, de, dan kijk ik naar sommige games, denk ik van ja, zien er leuk uit, maar niks voor mij. Dan eindelijk speel ik het en dan vind ik het wel eigenlijk toch best wel leuk. Ik had nog met Asuras Ref. Dat is een Japanse God of War game. En uh, ja, toen uh, zei ik, toen kijk ik naar YouTube. En uh, toen uh, zei ik dus van, ja, er leuk, uit maar niks van mij. Toen probeerde ik op PlayStation Now. En dat was best wel leuk eigenlijk. Dus ja, ik heb er dus veel van geleerd. En ja, dit, dit Dragon Ball Z Kakarot is een heel, go heel goede game. Ik bedoel, van de open het is gewoon een open-world Dragon Ball Z game. Je kan, uh, ja, de demo, je kan gewoon wel, wel een klein stukje land, land doorgaan. Nee, je kan niet met mensen praten, dus dat is wel jammer. Maar je <tacht> kan wel tegen fauna vechten. En dus dat zorgt ervoor dat je eigenlijk in de combat gaat. En hoe is de combat? Combat is echt is goed. Combat is echt goed. Ik geniet van de combat. Het is, echt een, uh, het is echt de combat die je verwacht in een Dragon Ball Z-game. En, en de super moves waren echt leuk om te doen. De Kamehameha's waren leuk. Ik moet nog echt de combat goed onder de knie krijgen, ik heb het niet helemaal onder de knie. Al, en toe aan van... Het is niet zoals gepland, zoals jullie zagen. Maar ja, ik kan nog wat meer oefenen in de demo. Maar ik kan ze goed oefenen tegen die vijanden. Want ik ze gaan al dood binnen wat vier goeie hits of zo. Dus ja, dat is niet zo'n handige training. Maar voor de rest, ik vond hem nog best wel leuk en zo. Reddit was wel een goede practice. Alleen, ja, ik moest steeds weer wel een beetje uitkijken, want anders zou ik dood gaan. Dus ja, dat is ook helemaal goed voor de rest. En wat vind ik van de open world? Ik vond eerlijk gezegd goed. En zo te zien, ik heb een paar video's gezien. En daar bleek het eigenlijk nog groter te zijn. Zo, je kan gewoon naar de hele stad gaan en zo eigenlijk. Je krijgt de hele stad nog. Dat kan komt, komt voor mij verder in de, in de echte game, de volledige game. Mijn volledige game is 60 euro. Maar ja. Dus ehm. Um, de open world, ik vind het gewoon goed hoe je. Ik vind het gewoon cool hoe je gewoon echt um, rond kan vliegen en zo. Je kan gewoon rustig vliegen of je kan gewoon echt snel gaan. Ik weet sowieso dat heel veel mensen snel gaan door die wereld. En je kan ook nog die wolk um, van Goku Nimbus. Kan je dus ook summonen En dan kan je gewoon eigenlijk op vliegen. Dat vind ik ook best wel leuk. En natuurlijk, je komt natuurlijk nog verder tegen te, in de lucht en zo. Tenminste, in, de, in, de, in deze demo. Maar je kan ze ook gewoon aanwijken door snel te vliegen. Je moet gewoon snel wegvliegen. Dan ben je gewoon vanzelf. En um, ja, als je op de grond bent, je kan gewoon rustig lopen ofzo, of zo rustig rennen. Of je kan ook gewoon snel rennen, zoals ze doen in Dragon Ball, zie je eigenlijk. Dus ja. En het verhaal, het verhaal dat nu toe lijkt alsof het gewoon een normale Dragon Ball Z verhaal gaat zijn. Waar ik echt geen probleem mee heb eigenlijk. Dus ja, wat ik bedoel van als dit mensen echt een eerste Dragon Ball Z game is, is het wel handig om ze te informeren wat er in de Dragon Ball Z wereld gebeurt. Anders denken mensen van, oh wat gebeurt er? Dus ja, het is best wel belangrijk nog steeds. En uh, ja, tot, tot nu toe heb ik niet echt zoveel veranderen gezien in het verhaal. Maar ja, dat komt misschien in de volledige game Verder kun kost 60 euro zoals ik al zei. Maar ja, dit is ook een DLC-pack. Waarin je van mij ook Super Saiyan in God Goku krijgt. Je kan ook tegen Beerus vechten, God van vernietiging dus. Uh, je krijgt nog Super Saiyan in Blue. En je krijgt nog de hele Freeza-verhaal. Waarin je weer tegen Freeza vecht. Is dus dan Golden Freeza-vorm. Dus ja. Oh ja, in de open world kan je ook nog. Um, je kan ook nog vissen trouwens. Dus ja, dat is ook nog iets. En je kan ook nog gewoon met mensen praten. Tenminste, niet in deze demo. Maar ik had wel gezien dat het kan in de volledige game. Dus dat, dat kan wel. Maar overal. Ja, inderdaad, beter dan ik had verwacht. En uh, zou ik het willen kopen, geloof ik. Maar ik zou het echt willen kopen. Met heel mijn hart. Maar ik ben niet zo rijk. Natuurlijk. Ik kan het nu op dit moment kopen en zo. Maar. Uh, gewoon. Ik wil gewoon even wat geld sparen, oké? Okay? Ik kan niet lekker al mijn geld gaan lozen. Um, ja. Ik ga misschien ook een video maken van mijn wenslijst. Maar dat is misschien echt later in de toekomst of zo. Wanneer ik meer views heb en zo. Maar. Uh, ja. Ja. Ik zou wel zeggen dat het meeste van de games die ik alleen ga halen, zijn vast de goedkopere games en zo. Ik heb nog veel games in de wenslijst voor 60 euro, 40 euro nog wat en zo. Dus ja, je kunt nog even gaan wachten. Oh, je krijgt nog wat, wat gamevideos. Alleen je moet echt goed gaan leren hoe je echt um, ja, de game echt goed in beeld krijgt en zo. Je hebt toch wel zoals. Wie kan ik als voorbeeld gebruiken? Oh ja, Maximilian Dude of um, QC. Zij, ja, zij, brengen de beeld, zij brengen de game goed in beeld helemaal. En uh, ja, ja, ik ga ook niet mezelf in, in zo'n hokje zetten, tenminste nog niet. Dus ja, bij, bij sommige gameplay video's zien jullie mijn mooie gezicht niet. <laughs> ja, sorry. <laughs> Hoor dan ook, jullie zien mijn mooie gezicht in sommige van deze gameplay video's. Maar uh, dat, dat komt later wel, oké? Okay? Want eerst ga ik gewoon de game in beeld brengen, de game goed in beeld brengen. En uh, daarna breng ik gewoon mezelf uiteindelijk in beeld. Ik ben nog aan het leren, hè. Dus uh, ja, in uh, ja, één dag kan ik niet in één keer alles geleerd hebben. Ik weet tenminste wel wat ik ga doen met, YouTube, met mijn YouTube-kanaal. Ik zit echt aan het denken om uh, heel veel dingen te doen en zo. So. Ik weet niet. Ik, ik, ga ik ga nog een video maken. Later over, een, um, over, over, over hoe het zit met die King of Fighters 15 Beta. Ja, ik, ik ga nog een video maken over. Uh, Meest gedachten over een nieuwe game, oké? Okay? Maar voor de rest, dit was mijn eerste indruk van Dragon Ball Z. Kijk Goeie um, Goede game, goede Dragon Ball Z RPG. Goed begin. En uh, ik kan wachten tot de volledige game. En dan wil ik kijken wat de game nog allemaal heeft. En um, ja, dan zou ik maar zeggen, van tot in mijn volgende video. Volgende video ga ik um, Ga ik gewoon iets zeggen over de King of Fighters 15 beter. Want King of Fighters 15 is dus een nieuw game. Maar daar krijg je later iets over. Sorry als ik een beetje van het onderwerp afhaakte. Kunnen jullie misschien wat, te, wat mee te maken hebben. Maar geef me tenminste tips, oké? Okay? Want um, geef, me, geef me gewoon tips voor ook maar reviews of zo. Of me eerste indruk beter kan maken, oké? Okay. Ik accepteer ik, 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 ik het gewoon. Ik accepteer het gewoon. Ik uh, kan het wel uh, hebben hoor. Je kunt nog wel zeggen van. Um, het is beter om niet te veel af te haken van het onderwerp. En daar ben ik het compleet mee eens, maar het gebeurt gewoon automatisch, oké? Okay? Nou, we dan tot in de volgende video. Nou, fijne dag verder, man.